De ontwikkeling die je vooral ziet is dat de automatisering op het gebied van productidentificatie steeds verdere vormen aanneemt. Dat heeft eigenlijk diverse oorzaken. Het heeft er enerzijds mee te maken dat de automatisering verder ontwikkelt. En daarnaast heb je ook nog als tweede punt met het feit van de afgelopen crisis die achter ons ligt. Mensen worden zich steeds meer bewust van kostenplaatje. En wat kost het als een levering afgekeurd wordt? Wij van AIS Canalogie bieden bijvoorbeeld machine vision oplossingen. Een machine vision systeem zit in de productielijn en door middel van een machine vision systeem kan je je producten controleren op juistheid, op de juiste kwaliteit. Een machine vision systeem is dus een camerasysteem wat real-time alle producten die over de band voor de camera langskomen direct controleert op juistheid. Een machine vision systeem is eigenlijk te gebruiken in iedere productielijn wat je maar kan bedenken. En je kan daarbij bijvoorbeeld denken aan, is er een dop op de fles aanwezig? Zit die dop ook recht op de fles? Zijn naalden even lang? Zijn spuiten goed voldoende afgevuld? De oplossingen die wij bieden is meedenken met de klant om tot de juiste oplossing te komen. En daarbij is echt de vraag vanuit de klant het belangrijkste waar wij op anticiperen. En dat kan zijn van een systeem, complete oplossingen, meedenken aan software, softwarekoppelingen. Mensen maken nog fouten. Deze machines zijn dusdanig te programmeren dat echt alles 100% gecontroleerd wordt. Nou, een belangrijk onderdeel daarbij is ook dat vanaf 2017 de richtlijnen voor de medische sector veranderen. Er komt een Europese wetgeving die serialisatie verplicht voor alle healthcare bedrijven. Het belang van de barcode wordt nog wel eens onderschat. Je moet er bijvoorbeeld niet aan denken dat je bij de kassa staat, je product is niet scanbaar. De cashier moet de code handmatig intoetsen, er moet gebeld worden, kost een hoop tijd, kost een hoop geld. Daarom zeggen wij, zorg voor een goede barcode kwaliteit en zorg voor een goede productkwaliteitcontrole.